Er komen hier nog wel behoorlijk veel bezoekers. En ja, we zitten hier in een buurt waar nu een van de rijkste is. En bij ons zijn de prijzen nog behoorlijk betaalbaar. Nou, ik ben 100% tevreden over Sint Jozef. Die helpen ons aan alle kanten. De huur is aangepast. En vooral in de coronatijd, toen kwam hier weinig inkomsten binnen, hebben ze duur heel veel lager gesteld. Dus we zijn zeer tevreden over Sint Jozef. De medewerking van de gemeente, hoe is die? Ja, we zijn nu ergens mee bezig met de gemeente. Daar kan ik me nog niet over uitlaten verder. Maar nou, ik hoop dat het iets voor ons gunstig uitpakt. Wij proberen open te blijven, maar we worden niet gedwongen om te sluiten. Hoeveel medewerkers heb je hier in het centrum lopen? Ja, elke groep die erin zit, die hebben zelfs de vrijwilligers. En er zijn er nog wel behoorlijk wat. Maar hoeveel dat het exact zijn, dat zou ik zo niet kunnen zeggen. En hoeveel mensen komen hier per week? Tussen de 200 en 250 mensen komen hier, maken gebruik van het gebouw. Er zitten 6 dartgroepen zitten hierin. Er zitten 2 muziekbands zitten erin. Een biljartvereniging. Een huisvrouwenorkest. Een naaikursus. Salsa dansen zitten 2 keer in de week in. De treinhobbyclub zit hierboven. En Avedan maakt gebruik van de zaal. En nog een kerkgenootschap, die maakt ook nog gebruik van de zaal beneden. Er zit nog een andere zanggroep in. Dat zijn heren die zaterdags morgens komen oefenen. En ja, het zal vast iets vergeten zijn, maar... Nou, in feite hebben we niks meer met de kerk te maken. Persoonlijk ga ik nog wel met de kerk om. Want met de kerstdagen dan breng ik pakketten weg voor mensen die het moeilijk hebben. En dan doe ik dat via Anita van Elisa Broggi. Dus, maar het Wijkcentrum zelf heeft niks meer met de kerk van doen. Als wij geen steun krijgen van de gemeente, dan is de kans behoorlijk groot dat we gaan sluiten. Mits dat de energieprijzen niet te hoog worden, dat we zelf kunnen betalen. Kijk, er zijn mensen die komen hier meer dan 30 jaar. Er zijn groeperingen, de naaikursus, er zijn oude dames bij die al meer dan 30 jaar hier zijn. Boven de train Hobbyclub, die maakt ook al 30 jaar gebruik van dit gebouw. De biljartvereniging die zit hier al meer dan 35 jaar. Dus het zijn allemaal vaste groeperingen. Ja, die willen in feite hier nooit weg. Die willen graag het gebouw loshouden. Maar jij loopt ook al aardig wat jaartjes mee hier. Ja, ook 35 jaar zo ongeveer. Ja, klopt. Ja, inderdaad.